Deze nieuwsuitzending die gaat over het geloof. Het geloof zoals ik dat zie. En ik denk dat ik gelijk heb. En ieder die mij betwist, die nodig ik uit om te reageren. Ik wil in deze zending alleen maar de juiste woorden zeggen en zo kort mogelijk spreken. En daardoor spreek ik langzamer. Aan de andere kant, ik heb een ongelofelijke hekel aan mensen die op het internet alleen maar zo lopen te ratelen. En ik denk van, joden die fuck. Praat wat langzamer, man. En de maanlanding was helemaal niet echt. Ja, je kan toch ook zeggen, de maanlanding, daarvan hebben wij alleen maar beelden gezien die je net zo makkelijk kan laten maken in de Disney studio of een andere studio, bijvoorbeeld die van Stanley Kubrick. Maar als je dat trucje kent, maak je een nieuw gebouw en kan je dat ook doen. Ik dat is snel praten. En dat ga ik nu niet doen. Dus ga maar lekker achterover zitten. Het loopt goed af, hoor. En zorg dat je een kopje thee bij de hand hebt en ik ben mijn aansteker kwijt. Hoppakee, gevangen. Arthur Schopenhauer heeft dat boek geschreven over de beschouwing, de filosofie. En de titel van het boek zegt in één keer alles. Als je daarvoor Immanuel Kant had begrepen. En daarvoor dien je, naar mijn mening, je moet niet gelijk de kritiek der reine vernoemd induiken. Tenzij je een cursus oud-Duits wil volgen. Ik zou van de kritiek der reine vernoemd van Immanuel Kant hooguit samenvattingen lezen van andere mensen. En dat doet Arthur Schopenhauer in zijn boek De Wereld als Wil en Voorstelling. En daar gaat het om. In het begin van de 20e eeuw is er een Nederlander geweest. Die woonde in Groningen. Die heette Gerardus Heijmans. En dat spel je H-E, maar dan een lange I. Dus I-J. M-A-N-S. En Gerard gewoon, zoals je het zegt. Gerardus was die eigenlijk. Die is professor geworden aan de Universiteit van Groningen. Hij heeft een ongelooflijk ingewikkeld boekje geschreven. Dus als je dat leuk vindt, dan ga je dat nog maar opzoeken. Via Wikipedia kan je dat zo vinden. En nee, dat exemplaar wat ik hier heb, dat krijg je niet mee. Want ik weet precies hoe dat gaat met dat soort dingen. Maar ze zijn voldoende te krijgen, hoor. Heel ingewikkeld. Waarin hij uitlegt, dat ingewikkelde deel dan, hè? Het ingewikkelde deel is dat hij uitlegt dat alles wat maar wetenschap heet, of wetenschap in zich heeft, kan niet verklaren waarom materie tot waarneming komt.
Het is tot nu toe niet gedaan. En Gerardus Heijmans heeft uitgelegd dat er ook echt geen enkel uitzicht op is. Dus het feit dat wij niet kunnen verklaren momenteel waarom materie in staat is tot denken. Dan kan je zeggen, ja, we hebben toch Charles Darwin gehad. En je had materie en die kon niet nadenken. Je had ook wat materie die kon wel nadenken. En die waren de survival of the fittest. Nou, als ik om me heen kijk. Sorry hoor, maar ik ken niet heel veel mensen die nadenken. Ik ken wel heel veel mensen die emotioneel zijn. Nou wel. En ik pik het niet meer. En het is al de derde keer. En het is, nou, nu is het genoeg geweest. En dan zit ik als toeschouwer te kijken. Dan zeg ik, nee, het is helemaal niet de derde keer. Het is de tweede keer, schat. Gewoon niet nadenkende materie. Je kent ze wel. Want, je bent te laat. En dat deed je met opzet om mij te pesten. En ik moet zeggen, nee, ik liep naar buiten en de bus reed al weg. Nou, toen ben ik weer naar binnen gegaan naar mijn kantoor. Toen belde mijn klant. En die moest ik toch nog even aannemen. Ik weer naar buiten op een holletje. En ik had nog tegen die klant gezegd van, ja, ik moet echt gaan lopen. En de klant zei, oké, dan hangen we nu op. Dus ik naar buiten met mijn rugzak. Reed de bus weer weg. Nou, dan moet je weer een kwartier wachten. Nou, volgens mij deed je dat met opzet. Ja. Echt waar? Is dat materie die denkt? Ik geef je 20 seconden. Wat ik net vertelde is mij echt letterlijk overkomen. Is dat nadenken? Volgens mij is dat gewoon materie. Ja, je hebt, net als met een koe, aan de voorkant lekker gaas en erop. Dan kan je nog aaien ook. En aan de achterkant is alleen maar stront. Ik kan me geen mens voorstellen die in de gaten heeft dat. Dat als de staart van de koe omhoog gaat, dat hij dan denkt, kom, ik ga eventjes, hoe noem je dat ook alweer, zo'n masker, zo'n klein masker, maar dan van verse koeienstront. Dat die koe dan denkt van, oh, ze vinden mijn achterkant ook nog leuk. En dan heeft hij gewoon helemaal zin om veel wat te gaan eten. En dan is die koe helemaal deelname aan het grote universum. Ja, zo zit het dus niet in elkaar. Dat gaat gewoon niemand doen, dat snap je ook wel. Je gaat niet... Stel, je hebt een koe. Kan toch? Gekregen als kalfje, als een mannetje. Nou, die krijgt van die gemene horens, maar ja, die kan je eraf zagen. Maar die was zo geil als een beer natuurlijk. Maar daar kan je ook mee omgaan. Als je een deal hebt met de melkopbrengers. Dan zeggen ze, hey, kan die van jou niet even voor langskomen? Dan zeg je, oh, maar waarom niet? En als je een goede relatie hebt met je stier. En je altijd goed te eten gegeven, lekker veel gras en niet allemaal van die vliegen aan zijn oren, want dan worden die beesten hartstikke zagrijnig van. Gaan ze met de staarten slaan en met de kop schudden, en dan zo'n stier krijgt gewoon een hersenschudding omdat die vliegen weg moeten, dingen ze die allemaal in zijn stront zitten. Dus die stieren stront, die bullshit op zijn Engels, die moet je netjes weghalen.
ontscheppen. En die vliegen weghouden. Al die andere beesten. Dan mag je een koe, dus een stier, niet aandoen. Een stier waardig bestaan geven. Dan krijgt hij gewoon een heel stuk weiland. En dan is dat gewoon... tegen die, sorry dat ik gewoon zei. Dan zeg je tegen die stier... Dit is jouw land. En die vrouwtjes, daar zorg ik wel voor. Nou, die stier zo, nou, dat zal wel lukken. Nou, en die stier legt zich op. En af en toe aan de zoutklep. En gewoon slootwater. Dat hij lekker één is met alles. En je moet zijn stront opruimen. Want anders komen er vliegen, zeker in de zomer. En bemesten, dat moet je wat doen op een ander stuk land. Een beetje rekening houden met de windrichting. Misschien een vliegenscherm maken. 5 meter hoog, dat die vliegen dan niet omhoog kunnen komen. Of iets van, moet je er spinnen bij kweken? Ja, dat dwaal ik helemaal af. En ik heb het over het geloof. En dan heb je dus zo'n stier. En die staat de hele dag alleen maar in McDonald's. Voor een stier is dat genoeg hoor. Gewoon lekker van een lekkere verse lange gras. Maakt hem helemaal niet uit. Die heeft 3, 4 magen. Een boekmaag, een labmaag, een pens. En dan nog de maag of zo. Ik ben niet zo'n veeteler geweest destijds op de landbouwuniversiteit. En pens is prima te eten, overigens. Goed, je hebt die stier. En eens in de zoveel tijd, dan heb je zo'n karretje. En dan zeg je tegen je stier van, hé jongen, we gaan even lekker wijven neuken. Op z'n Amsterdams dan, hè. En die stier zo, oh, man, heaven on earth. En dan die stier, die snapt er veel, hè. Want daar heb je hem al geoefend. Misschien heb je hem laten... Dat zou je ook kunnen doen, ja. Dat je zo'n stiertje laat oefenen. Nou ja, maakt niet uit. Hij moet wel weten hoe het moet. Maar aan de andere kant, ja, je hebt een drachtige koe. Of hoe heet ze? Je koe is dinges. En dan bel je dus hem op. Oh, ik heb er eentje en die is zo geel als een beer hoor. Je moet wel morgenavond voor 6 uur komen, want ik heb getemperatuurd en mol. En dan denk je, oké. Ja, dan neem je stier lekker mee. En die stier die denkt van, geweldig. We gaan weer lekker wijven neuken. Ja, die stier hartstikke blij. Nou, die is lekker leeggespoten. Nou, dan denkt die stier, ik heb nou wel zin in een potje gras. Die stier, geen probleem jongen. Stap maar lekker aan boord. Die stier zal lekker op in het karretje, in het karretje. Nou. Lang leven de koningin. Hij denkt, ik heb echt mijn daad gedaan. En dan rijd je hem terug naar het weiland. Dan laat je hem lekker los. En die stier zegt, hey jongen, ik zie je morgen wel weer. Hè? Of overmorgen. Die stier weet ook wel van het is hooguit een paar dagen en dan mag hij weer. Want anders, wat is dan het nut van het hebben van een stier? Ja, een goede stier hebben. Niet zo'n stier die huilt om zijn mama. Ja, en de rest van de stieren, dat is dan helaas. Ja, die worden allemaal afgeslacht. Want waarom zou je per 50 vrouwtjeskoeien 50 stieren moeten hebben? Dan kan jouw stier maar 1 keer per jaar fun hebben. Dan kan je zo'n beest toch niet aandoen? Ja, die anderen die moeten er dan maar aan. Ja, en hoe doe je dat nou? Je leert ze dat ze gewoon in dat karretje mogen ze lekker gaan wippen die wip met die vrouwtjes. En dan doe je ze in een karretje en rij je naar de slachter.
Nou, het moet bij de slachter ongeveer net zo fris ruiken als bij ja, koeienstront dus, vrouwtjesstront. Ik denk van, hey, smells like a brothel. Hè? Het ruikt als een bordeel hier. Maar dit bordeel ken ik niet. Ja, en dan komt er een man op hem af. En die kijkt even naar die stier. En die doet heel vriendelijk en die aait hem. En die lijkt wel een beetje op die keer dat hij naar de dokter ging. Want de dokter ging controleren of het wel een gezonde stier was. Hè? En dat herinnert die stier zich dan ook nog. Hij denkt, oh, ik ben bij dokter Mengele. Sorry voor mensen die hier nog andere grappen over willen horen. Maar... En dan denkt die stier dan van, ik ben in veilige handen. Want ik ben bij dokter Mengele. En dokter Mengele die voelt dan langs zijn oog. Die gaat over zijn schedel heen en voelt langs zijn ogen. En die weet dan hoe breed die kop is en waar de deukjes zitten. En dan kiest hij een bepaald masker. En dat wordt op zijn hoofd gezet. En dan voelt dokter Mengele of dat masker echt helemaal goed zit. En dat die ogen nog steeds naar buiten kunnen kijken. En dan denkt die stier, oh, volgens mij ben ik vandaag jarig. En dan is het poef. En dan zakt zo'n stier in één keer door zijn poten heen. En die heeft een stierenleven gehad. Ja, en helaas kunnen niet alle mannetjes zo lang leven als die vrouwtjes. Maar sommige mannetjes, die zijn uitverkoren, ja, die hebben een nirvana. En zo ga je met dieren om. De andere manier is dat je ze gewoon met rust laat. En dat is waarschijnlijk beter, hoor. We hebben het over het geloven. Want ik zei net waarschijnlijk. Want denk je eens in een wereld waarin we... Het staat in Genesis 2. Wij eten de vruchten van de bomen en de struiken. Hoe wij dan in balans gaan komen met dat wat de aarde ons biedt. Want... Kijk, je kan hier bij de bank kan je een krediet aanvragen, maar niet qua samenleving hier op aarde. Als wij de aarde te veel bevragen, dan geeft hij het op. Momenteel is dat niet zo. We zijn... Verstedelijkte gebieden, zoals hier in Nederland. In het westen vooral. Natuurlijk het westen. En daar is het enorm verstedelijkt. En dan denk je al heel snel aan overbevolking. Maar er is helemaal geen overbevolking. Ik ben afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit. En ik heb mij aangemeld bij de Landbouwhogeschool. Maar die naamwisseling, dat is niet. Ik heb dat nooit verzonnen. Ik vond hogeschool wel mooi. En mijn titel is IR. Dus als je mij een brief schrijft, dan is het ter attentie van I, hoofdletter I, kleinletter R, een punt erachter, een spatie, en dan
p.f.m. in hoofdletters, spatie, winkel. Dan ben ik formeel gesproken. En ik kan rekenen. En mijn inschatting is dat je op deze aarde kan verblijven met 70 miljard mensen. Dat wordt een hoogtepunt. We gaan het maximum bereiken van de hoeveelheid mensen die we hier op aarde kunnen dragen. En wat we momenteel doen, dat slaat helemaal nergens op. De Sahara staat helemaal leeg. En als ze dan ergens aan het bouwen slaan, dan beginnen ze met hele hoge torens met rare vormen erin. En uitgemergelde bouwvakkers. En ja, vroeg kalende architecten. Die ook bang zijn dat als die opdracht niet doorgaat, dan kunnen ze hun minnares wel vaarwel zeggen. Terwijl je in de Sahara alleen maar iets nodig hebt en dat heet stenen. Je moet het afgrenzen. Dan hou je die wind tegen, want af en toe stormt het daar. En als je dat een beetje uitdenkt, als er dan zo'n zandstorm komt, zo'n turbulentieapparaat. Eerst heb je lage muurtjes. En dan maak je hogere muurtjes. En dan maak je nog hogere muurtjes. Moet je goed kijken naar de vorm van het zand. Hier bij Zandvoort. Hoe dat geribbeld is. Dat zand past zich aan. Aan de stroming van die zee. Dus en weer terug. En vooruit en weer terug. En past zich dat aan. Dan kan je ook nog windmolentjes opzetten. En dan niet van die stomme dingen zoals een propeller van een vliegtuig eruit ziet. Maar een parabolische windmolen. Een windmolen die het altijd doet vanuit alle richtingen. De parabolische windmolen die haalt het meeste energie van die toepassing van de low-tech energy. Heel makkelijk te maken. En wat je nodig hebt, dat zijn dingen zoals een dynamo. Want anders kan je beweging niet omzetten in elektriciteit. En zoiets wat in een fietsenwiel zit, een lager systeem, dat het lekker makkelijk in de rondte draait. Maar goed verankerd, dus geen trillingen, want als zo'n parabolische windmolen gaat trillen, dan trilt hij uiteindelijk zichzelf kapot en dan breekt hij aan de onderkant. Dus je moet hem goed verankeren. En dat is een windbreker. Dus als er dan in de Sahara zo'n zandstorm komt, die even de heuvels weer gaat verplaatsen, ja, dan peur je daar een bak energie uit, man. En laat die wind maar komen. Want achter zo'n parabolische windmolen, die windmolen absorbeert de kinetische energie van die storm. Die storm is niets meer dan kinetische energie. Dat die moleculen, dus N2, O2 en CO2, wat zit er allemaal tegenwoordig in de lucht. Maar dat,
dat wordt een bepaalde kant op gestuurd. Dat heet kinetische energie. En die wordt dan door die parabolische windmolens opgegeten. Dus achter die windmolens is het windstil. En als je dat goed inricht, want je kan niet in één keer de hele Sahara groen maken. Maar als je dat leuk inricht, dan waait het zand over je heen. Ja, en soms moet je ja, je auto zit toch onder het zand. Ja. Je tuin ook, je planten ook. Die planten moet je schoon sproeien. Nou, water in de Sahara, dat is in feite geen probleem. Je kan het zo omhoog pompen vanuit de Middellandse Zee. Dan krijg je wel een klimaatverandering mee. Maar als je onder de 1% blijft, qua zwartheid, daar gaat het om. En is daar niks aan de hand. Qua klimaat. En dan blijft dat voorlopig hetzelfde. Hou er rekening mee dat als je de Sahara groen gaat maken, dat het daar vaker gaat regenen. En dan heb je dat probleem weer. Dan krijg je wateroverlast. En voor de Kalahari geldt hetzelfde. Je start een systeem op. Zoiets als de Gobi-woestijn. Het schijnt dan heel koud te zijn in de winter. Maar hoe warm is het daar in de zomer? En hoe zit het met de luchtvochtigheid daar? Dat soort dingen, daar geloof ik in. Wat je daarvoor nodig hebt, ik zal het in het kort uitleggen, het is echt niet moeilijk. Je moet een stuk warmtegeleidend, dus elektriciteitsgeleidend materiaal hebben. En dat moet je inbranden met koolstof. Het element 666. Dat is heel makkelijk te maken. Wat je kan doen is lijnolie nemen. Dat is op de grens tussen consumentenolie en ja, motorolie. Dat is de allergoedkoopste olie die er is. Daar smeer je dat metaal mee in. Dan neem je een bunsenbrander. En dan moet een gasflesje in. En dan verbrand je het helemaal. Dus dat wat de kok niet moet doen, want de kok mag het niet laten verbranden, dat moet je dan wel doen. Dan krijg je een koolstoflaag bovenop, lekker doorgebrand, hoeft niet al te dik. En dan afharsen. Dan kan je zo kijken op internet wat je daarvoor nodig hebt. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Dat geheel plaats je in het zonlicht. Hier in Nederland krijg je, wat was het? 100 watt per vierkante meter. Denk er even over na. Aan warmte. Die warmte moet omgezet worden in, ja, wat wil je? De twee voor de hand liggende wegen zijn elektriciteit. Die andere is misschien in druk. Je kan er ook met druk mee veroorzaken. Je kan er een soort stoommachine mee maken. Dus direct in beweging omzetten. Kan je ook van alles doen.
En een hele leuke is hem om hem direct in elektriciteit op te zetten. Jullie kijken nu al de hele tijd naar hetzelfde beeld. Dus ik zal even... Het gaat over geloof, ik neem alle tijd aan. Dit is waar ik in geloof. Over free energy. Jullie liggen nou de hele tijd achterover. En nu moet je even overeind komen. Om te kijken wat dit is. Dit is een computer van mij die het niet doet. Dit is een onzin. Oh, deze doet het wel. Nou. Thermo-elektrisch effect. Het wordt gebruikt om te koelen. En dat werkt andersom. Dan koel je iets. Dan wil je iets koelen. Bijvoorbeeld een koel dinges in je caravan. Hè? Dan doe je daar een Peltier element in. Zo heet dat ding. Een Peltier, dat is Frans. Hè? Maar Peltier op zijn Nederlands. En die sluit je andersom aan. En als je er dan stroom op zet, dan wordt de ene kant koud en de andere kant heet. Maar als je dat handig monteert in een koeltras en je doet het warme stuk aan de buitenkant, dan heb je een soort kacheltje. Dan wordt je caravan nog warm van, ook. Niet zo heel veel, het ligt eraan hoe groot dat ding is, die koeltras van jou. Want als het temperatuurverschil daalt, dan staat hij ook minder, dan werkt hij niet meer zo goed. Er zit een optimum in. Hè? Dat kan je mee doen. Heb je stroom? Je hebt een warme kant en een koude kant. En die koude kant, die moet je dus koelen. Nou, in de Sahara lijkt me dat geen enkel probleem. Je, ga maar boren ergens in een grot, in een stuk rots. De temperatuur van die rots is toch echt, die is lager dan de temperatuur van de omgeving waar die zon zonder chemtrails staat te stralen. Dat is geloof. Terug naar Otto Schopenhauer. Hij heeft een hekel aan zo goed als elke geloofsstroming die je je maar kan voorstellen. Ik moet even een plaatje opzetten, dat is leuker. Heb je niks meer om naar te kijken. Dit is altijd zo'n... Oh, die andere toetscombinatie. Ja. Ja, daar is die. Pagina 1 van 1. De eerste van rechts, dat ben ik. Ik ben een narcist. Want dat zeggen narcisten altijd. Grapje. Er zijn verschillende geloofstromingen. En Arthur Schopenhauer heeft het in zijn werk De wereld als wil en voorstelling mee aan de stok genomen. De enige die hem bekritiseerde, dat was Friedrich Nietzsche. En hij, Friedrich Nietzsche, vond dat Arthur Schopenhauer een pussy was.
Nou, dat is die denk ik ook, want Arthur Schopenhauer gaf om dieren. Misschien was hij daar verslaafd aan. Wat mensen zoals Immanuel Kant, want dat was de eerste in de rij van Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Spatie, Martin Heidegger. Wat deze mensen ons vertellen, is dat wij duidelijk onderscheid moeten maken tussen hoe de dingen zijn en hoe we ze waarnemen. Immanuel Kant, zijn hoofdwerk, heet Kritiek der reinen Vernunft. Op zijn Nederlands, Kritiek der zuivere reden. Dat betekent op zijn Duits, daar zit de woordgrap, kritiek van, op zijn Nederlands, hè, kritiek van de zuivere reden op de zuivere reden. Dat is een typisch voorbeeld van een frase die in het Duits korter is dan in het Nederlands. Dus Duitsers kunnen wel degelijk grappig zijn. Maar goed, dan moet je dat werk gaan lezen. En ik heb het zelf nooit gelezen. Als je heel erg depressief bent en je hebt echt helemaal niks anders te doen. En je wil een cursus oud-Duits. Go ahead en knock jezelf aan. De these is, er is een verschil tussen de dingen zoals ze zijn, want dat is het ding. En dat wat jij waarneemt. En dan kan je jezelf verklaren tot wetenschapper. Van joh, ik heb een hele nauwkeurige microscoop. En dan kan ik in uw nieren kijken. En dan stop ik wel eerst eventjes. Ja, je kent dat wel. Ik heb het allemaal waargenomen. En volgens mijn rapportage die ik zelf heb opgesteld in het nieuwe computerprogramma van IBM. Die het ertoe geholpen heeft met het... weet het systeem ook alweer wat ze in Auschwitz hadden? Hollerith. Yo, die is van IBM, van Hollerith, van Auschwitz. En ik heb geconstateerd dat uw stikstofverhouding tot de zwavelstofverhouding alleen dan aan de verkeerde kant zit. En het valt buiten de marge, dus ik stel voor. Je kan echt lachen met die artsen. Waar hebben ze het eigenlijk over? Er is een duidelijk verschil tussen de wil en de voorstelling. Als je het hebt over de wereld. En buiten de wereld is er niks. Als jij ervan droomt van, ja, maar als ik beter mijn best had gedaan op school, dan was ik ook astronaut geworden en dan was ik ook naar de maan gegaan. En wat had je dan op de maan gedaan eigenlijk? Het enige wat je wil als je op de maan bent, dat ik denk van, ja, wanneer gaan we weer naar huis? Want dan kan ik trots vertellen wat ik hier allemaal gezien heb.
En mensen als Arthur Schopenhauer, die zeggen... Ja, dat geloof met alles, ik vind het helemaal niks. Het hooguit, het boeddhisme, dat... Want het boeddhisme heeft respect voor dieren. In de oude taal van India, daarin wordt gesproken over de Nederlandse frase. Dat is perfect woord voor woord te vertalen. En de Nederlandse frase luidt, dat ben jij. Ik heb al een uitzending gewijd over het houden van huisdieren. En hoe voorzichtig je moet zijn met een spin die binnengedrongen is. Want sommige spinnen doen dat. En die bedoelen het niet eens kwaad. En als het weer warm wordt, dan gaan ze naar buiten. Vrouwtjes neuken. Of het was een vrouwtjespin en die gaat naar buiten om gepakt te worden. Hey, ben je ook op zoek naar... Van die loopspinnen, dat zijn die grote. Oeh. Maar dat ben jij ook. Tat Assis ad van. Toen Schopenhauer dat las, toen raakte hij vertederd. Te meer omdat het overeenstemde met zijn filosofie. Want daar ging het hem om. Schopenhauer was, denk ik, de enige... Nou, ik weet het wel zeker. Het is de enige die het gelukt is om meer dan 1000 pagina's te schrijven over het werk van Immanuel Kant. En hem ook nog beledigd heeft. En zich daarvoor vriendelijk van tevoren excuseerde. Van, oké, ik heb de hele tijd meneer Kant de hemel ingeprezen. En nu ga ik hem even aanpakken. En zo hoort het ook. En besef goed dat nog Immanuel Kant, nog Arthur Schopenhauer mensen waren die er helemaal vanuit hun jeugd toe geleid zijn als een Mozart. Die trouwens helemaal nooit bestaan. Ja, Mozart heeft wel bestaan. Wat je maar kan voorstellen? Nee, helemaal niet. Deze twee meneeren, die bleven met hun tengels van de vrouwen af, laat staan van andere mensen. Of had ik dat andersom moeten zeggen? Of is dit mijn zoveelste grap? Immanuel Kant heeft gezegd, het weten dient ruimte te maken voor het geloven. Op zijn Duits, das Wissen so muss, ik denk dat hij die muss gebruikt, das Wissen muss Ruimte machen für das Glauben. En mensen die te veel weten, namelijk meer dan ze kunnen weten, die geloven niet meer. Dat overweten, van ik weet meer dan de lalalala. Dan heb je geen ruimte meer voor geloof. Ik heb geen enkele geloofstroming gezien waar ik een moeite mee had. Als christen. Ook niet met metafysica, wat je ook een geloofstroming kan noemen, omdat het zich begeeft op de grens van het weten. Maar wat wil je anders?
Je wilt toch weten waar je weten eindigt? Je wilt toch weten wat jouw rol is? Het allerstomste bij Mario Kart is te doen alsof je onfeilbaar bent. Je moet wel eventjes weten wat Mario Karten inhoudt. En dan gaan we Mario Karten. Want anders verlies je gewoon met een botje tegen Luigi op. Je wilt toch weten waar je aan begint. En dat is het geloof. Wij christenen zeggen dat dat wat wij niet kunnen geloven, omdat je het niet kan weten. Iemand kan naar je toe komen met bepaalde feiten en denkt, joh, ik geloof het wel. Maar er zijn van die dingen die kan je niet geloven. Of het ding wat je niet kan geloven. Wij christenen geloven dat dat ding goed is. Dat ding verzoekt uiting te geven aan zijn mate waarin die van ons houdt. En dat is heel erg veel. Dat is meer dan dat jij jouw kind zal kunnen geven op haar of zijn volgende verjaardag. Het leven is een geschenk. En wij dienen berouw te tonen voor al die keren dat we geklaagd hebben over onze cadeautjes die we kregen. Ik weet nog in Amstelveen, dat was voordat ik christelijk werd. De Bijbel ging lezen, laat ik het zo zeggen. En toen had ik een cassette recorder gescoord. Een tweedehandsje van een vriendje, lalala. En dan moest je ferrodioxide, dan had je ook nog chroombandjes en moest je allerlei tapejes. En dan kon je mee opnemen, want er zat een microfoon in. En toen heb ik dat ding aangezet. En dan op mijn slaapkamer teruggeluisterd. En hoorde ik mijn eigen stem. En toen dacht ik, foei. Ik zat er een beetje te zeiken. Want ik was zenuwachtig voor mijn examen. En boe, 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 boe. En ik was ik nou te zeuren. Achteraf dan, hè. Waarom zo zenuwachtig voor je examen? Homo. In de slechte zin van het woord dan, hè. En zo is de mens. Die beklaagt zich over zijn bestaan. En dat moet je niet doen. Want waarom zou je dat doen? Je hebt geen vrije wil, dat is jammer. Je bent alleen maar onderdeel van de wil. En je drijft als een kurk in een grote oceaan. En dan zou je zeggen, nee, Perry, is helemaal niet waar. Want een kurk in een oceaan, die overkomt niks. En je moet dus weten wat er mij gebeurt als ik morgen in de tijd ben bij het belastingbureau. Dan komt de politie langs. En uiteindelijk slaan ze een ruitje in, hoor. Maar je bent het wel. Het christelijk dogma dicteert dat. Dat heeft Rousseau ook gezegd. Sorry, maak even een buitensprongetje.
Rousseau heeft gezegd, en de drummer van mijn band, daar moet ik nog een appeltje mee schillen, met hem over zijn argument. Dat hij zei, Rousseau is een klootzak, want hij heeft gezegd, mij kan je niks verwijten, ik ben alleen maar een product van de maatschappij. Nou, Rousseau was echt niet gelovig, maar slaat de spijker wel op zijn kop. Ik toch ook? Waarom zit ik te zeuren hier op internet? Is dat omdat ik straks nog even de kinderen naar bed moet brengen? Nee, ik dacht het even niet. Ik zit hier ook maar in een lullige flat. Zo arm als de neten. En de Belastingdienst zit achter mij aan. Mooi zo, denk ik. Ik wil die lui graag eens spreken. En het even hebben over de BTW-wetgeving. Waar geen drol van deugt. Ah, dat is zijde. Ik heb zoveel te doen. Terug naar het geloof. Mohammedaanse mensen, die, het zijn katholieken. Oh, laat ik eerst beginnen met onze eigen vuiligheid. Want hoeveel mensen noemen wij geen christen, terwijl het gewoon katholieken zijn? Dus als je ooit wil gaan zeiken over geloof, begin dan te zeiken tegen katholieken. Want wat doen katholieken? Die zitten de 10 geboden te overtreden. Waarom denk je dat ze dat stomme feest hebben met carnaval? Hoeveel buitenechtelijke kinderen zijn er wel niet verwekt? En dan mogen de arbeiders, of hoe heet het op zijn Limburgs? Die mogen zoveel dagen lang uit een dak gaan. En dan gebeurt er van alles. En het is niet goed, hè, om buitenechtelijke kinderen te hebben. Pijnlijk voor de vader van de familie. Nou, katholicisme, daar kan ik nog langer over doorzeuren. Wat heeft het van zin om iemand aan te wijzen als de plaatsvervanger van Christus Jezus? Want ik ben opgestaan, ik ben de wederkomst van Christus Jezus en vanaf nu gaat alles goed. Want ik heb een mooie hoed. Overtreding van het tweede gebod. En ik pak het tweede gebod er nu niet bij, want jullie weten het wel. Je zal niet knielen voor een beeld. Gaat ook dwars in tegen Matthäus Huppeltje Pup. Want je noemt niemand op deze aarde je vader. Dat laat je maar lekker in je achterhoofd. Gij de kleuter. En niet tegen jullie hoor, maar tegen die mensen die dat wel doen. Dat moet je niet doen. En de paus die moet een heilige vader worden genoemd. Ja. Wat een groot probleem. En ik heb katholieken gesproken. Dat zijn aardige mensen. Ik sprak een katholiek en die zei, ja, ik ben wel katholiek, maar ik ben niet voor de paus. Ja, heb ik nog een bericht gestuurd, want ik wilde met hem contact over Facebook. Nou, hij stuurde me gelijk een best lang bericht terug. Er zat nog een spelfout in, de eikel. En ik corrigeerde die daarna, dan kreeg je zo'n sterretje van, dit is de correcte. Er ontbrak een woord. En hij wilde het contact verbreken. Nou, is goed.
praat ik niet meer met hem. En zijn reden was, jij hebt het altijd, jij hebt het over het geloof. Zie je, ja, natuurlijk. Denk ik dan, hè? De mens is, hoe je het ook wendt of keert, een metafysisch wezen. Er is geen koe die nadenkt over het voortbestaan. Ieder dier denkt, resultaten uit het verleden, dat is de garantie voor de toekomst. Ja, wij mensen weten wel beter. Behalve onze overheid die op een of andere manier alsmaar geld blijft lenen, terwijl we allemaal weten van geld lenen kost geld. En die overheid gaat maar zijn gang. En dan gelijk even lekker door te denderen, even lopen zeiken tegen katholieken. En die andere, oh, maar die andere katholiek die nam wel, die heeft iets van me meegenomen. Ik heb een bierveeltje met wat Google zoektermen. Heel eenvoudig. Gewoon, die moet je even doen en die moet je doen. Gewoon namen van mensen. Maar die katholieken hebben wel een spiritueel gevoel. En daar gaat het om. En wat we niet willen, dat zijn van die idioterieën waarin je gaat lopen vertellen over de drie eenheid. Want dat gaan we lekker niet doen. En ook helemaal niet wat je niet moet doen. Dat is vrouwen laten spreken in de gemeente. Daar moet je fucking mee oppassen. Wat je beter kan hebben, is dat een vrouw zegt, ik wil graag dat het daar en daar en daar over gehad gaat worden. En dat die mannen zeggen van, ja, maar waarom dan? En lalala. Dat die vrouw uitlegt, nou hierom, daarom en daarom. En nou moel houden, het podium op jij. Elvis Presley. Dat is veel beter. En de vrouwen kunnen dan denken, ja, maar dan speel ik een achterliggende rol. Ja, dat lijkt me ook het fijnste, als het oorlog is tegen de dombo's. Wat wil je liever zijn? Wil je als de eerste beste SS'er dat ding oversteken, want je bent officier, dus jij gaat vooruit. En jij weet dan precies met je dode lijk aan te wijzen waar de schietersput ligt van die frazen? Wees blij met je rol. En dat vind ik mooi aan katholieke mensen, denk ik ook wel. Ik ken niet zoveel katholieke vrouwen. Maar in het Mohammedaanse geloof, en ik vermoed dat het Mohammedaanse geloof gesticht is door de katholieken. Want het zit zo ingewikkeld in elkaar, dat ik dat pas begreep toen ik 43 was. En voor die tijd had ik dat echt niet kunnen lezen. Een soort Lord of the Rings die je alsmaar blijft overnieuw doorlezen, want je begrijpt er echt geen snars van totdat je de sleutel ziet. Dat vind ik niet zo aardig van de mensen die de Koran de wereld ingeslingerd hebben. Ik vind het een vorm van nodeloze vrouwenonderdrukking. Dat doen die katholieken ook. Kijk maar naar het verschil tussen een burka en een nonnenkleed. Vrouwen die getrouwd waren met Christus Jezus, zeiden ze. En wat hebben die vrouwen ondergaan?
Wij christenen hebben daar nooit iets mee te maken gehad. Ik heb kennis gemaakt met de Bijbel en mij werd toen al, toen ik 12 was, duidelijk verteld dat katholieken geen christenen zijn. Ik vind het ook geen geloof. Ik vind het spookmakerij. Bangmakerij. Indrukwekkend zijn met hoge gebouwen. Het Mohammedaanse geloof, gebaseerd op de Koran. Ik heb, denk ik, 5 Mohammedaanse vrienden. Misschien wel 6. Die jongens die zie ik niet elke dag. En als ik het tegenkom, in 99% van de gevallen zeg ik niet alleen maar gedag, dan ga ik ook naast ze zitten. En dan zeg ik, hoi, hoe is het met jou? En de ene kan beter Frans dan de ander, en de ander kan beter Engels dan de... Ja. En in Arabisch zijn ze allemaal mij de baas. En daar leer ik ook wat van. Dat zijn mijn naasten. En die heb ik lief. Dat is het wereldgeloof. En het christendom is daar een onderdeel van. Waarschijnlijk de stam. Bovenop de wortels van het Jodendom. Want die Joden waren niet zo dom. Joden zijn niet dom. Ze hebben Mozes gehad. Genesis natuurlijk. Het boek Job. Ja, wie kan dat ontkennen? Het staat er toch? En dit is allemaal pre-Koran. Ik heb Mohammedaanse mensen horen mopperen. Van ja, jullie christenen met die drie eenheid. Vinden we helemaal niks. Want hun motto is. La ilaha illallah. Er is geen God. God is. Die Mohammedanen hebben dan ook last van de verwisseling tussen het christendom en het katholicisme. Het katholicisme is er vandoor gegaan met het martelwerktuig en gezegd, ja, het was wel, het waren deze bolken en die waren zo groot en toen hing die zo en zo en dat is het beeld. Ja, dat is de uiterlijkheid, de verschijning. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij allen veroorzaakt worden, dagelijks, door de wil. En er is maar één wil. Dat kan ik een Koranlezer. Ik heb er één, daar heb ik vele malen gesproken.
Hele grote, gemene. Hij is helemaal niet gemeen. Maar hij ziet er wel echt uit dat je denkt van wauw, daar wil ik geen ruzie meer hebben. Met hem doorgenomen. Want ik denk er zo over. Over de vertaling van la ilaha illallah. Op zijn Nederlands. En hij zei, ja, je hebt gelijk. Zo denk ik er ook over. En je kan mopperen over deze wereld. Klaagliederen zingen. En dan ga je wel met je boksen sjouwen of je gaat verf scoren. Dan kan je zeggen, ja, maar ik heb geen geld om mijn verdriet over deze wereld. Ja, dan scoor je maar gewoon geld. Dat is het geloof. En met Mohammedaanse mensen heb ik nog nooit een probleem gehad. Ze zijn heel voorzichtig met alcohol drinken. En als je ze alcohol cadeau geeft, dan... Nou, ik ga er altijd vanuit als ik bij een van mijn zuipvrienden kom en ik neem 6 flesjes mee. Of als ze alle 3 gaan, 3 per persoon. Hè? Nee, dan krijg je 1 flesje en 4 gaan er in de koelkast. Maar dat heb je dus als verschil tussen ons en die Mohammedanen. Wat heb je nog meer? Ja, hun vrouwen moeten met een boerka over straat. Ja? Dat lijkt me ook een heel erg goed idee. En dat het dan een van overheidswegen goedgekeurde boerka moet zijn, ja, dat is katholicistisch. Maar tegen je dochter die de deur uitgaat, je zit met je allen, je hebt een kinderbadje, lalala. En je dochter heeft een badpak aan en die gaat ijsjes halen. Dan zeg je er ook, hey meisje, niet in je badpak over straat. Mijn oma die droeg altijd een regenjas. Al was het alleen maar om, als het zou gaan regenen of die zonneschijn van buiten, daar zou haar kleding van verkleuren. En dat wilde ze niet. Dus als ik met mijn oma boodschappen ging doen, dan deed ze een regenjas aan. Dat vinden wij dus toch ook. En dan kan je zeggen, ja, maar zo'n boerka vind ik wel erg overdreven hoor. Nou, waarom? Ja, ik vind het een beetje primitief. Ja, dat vind ik ook. Maar er kunnen toch boerka-onderhandelingen komen? Dat we gaan zeggen dat vrouwen die... Je hebt van die vrouwen... Dat zijn niet van die mollige dingetjes met blonde haartjes. Dan hoef je geen boerka meer op. Lijkt mij hoor. Of je hebt je diploma vechtsport gehaald. Dus zou je ooit verkracht worden? Nou, die verkrachter is de lul. Ja, dan hoef je geen boerka op. En dan ga je wel even karate diploma D halen. Hè? Of wat je maar wil. Pepperspray cursus. Want het gaat erom dat je niet verkracht wordt. Want dat is chaos. En aan chaos heb je... Nee. Ik ben niet van het streven naar chaos. En meisjes moet je erop wijzen dat... Ja, van lieve schat, de tijd dat je in je blote kont door de duinen van Zandvoort mocht lopen... Die tijd is voorbij... Want je wordt aantrekkelijk. Dus daar moet een stuk textiel omheen. Als je naar buiten gaat.
Een hoofddoek is ook goed. En ook als je naar de gemeente gaat. Je gaat niet naar de gemeente in je minirok. Maar oh, we zitten gezellig binnen. Daarom doen we ook, als we een ecclesias houden, een kerk houden, de kachel is niet aan. Daar komen alleen maar muggen op af. Dat is de waarheid van het geloof. En daarin zijn wij één, wij christenen dan, hè, ik en de mijne, met alle andere geloven. En wij hebben lekker het ingewikkeldste boek. Ja, nou, daar kan ik ook niks aan doen, dat is helemaal niet erg. Maar de allereerste beste boeddhist of hindoeïst, heet dat, hè. Die map je om de oren met de Bijbel. Dat is een zwaar boek, hoor. Dat is niet iets wat je gaat lezen voor het slapen gaan. En toen ging Joshua, die zette even de stoel, dus, die zei, zon, sta stil. En achter die klootzakken aan. Ja. Of dat verhaal van die man waarmee alles goed ging. En toen kwam Satan. Toen raakte hij alles kwijt. Toen kwamen ook nog al zijn vrienden tegen hem zeuren. Van joh, het moet je eigen schuld zijn geweest dat je alles kwijt bent geraakt. Hij raakte ook zijn gezondheid kwijt. En toen, poef. Dan kreeg hij alles zevenvoudig terug. Dat is een mooi boek. Het vertelt iets over jouw leven. Je mag, wat mij betreft, niet gelovig zijn. En dan ook, oh, de Bijbel, dat is net als de Donald Duck van vorige week. Nou, daar kan ik tegen inbrengen dat de Bijbel, het eerste boek, de eerste geschriften, die zijn van 1400 jaar voor onze jaartelling. We zitten nu in 2017, dus dat is 1400 plus 2017 is zoveel, snap je? Dat is 3400 jaar oud is dat boek begonnen. De laatste frase is eraan toegevoegd in het jaar 100. Het jaar 100. Dus is er 3400 plus 100. En dat is, ik geef jullie 5 seconden om even na te denken. We praten over een boek van, even kijken hoor. Dus 3500 jaar geleden, maar dat was voor onze jaartelling. Dus er moet 2000 vanaf. Dus dat is een oud boek. Daar is 1000 jaar, meer dan 1000 jaar aangeschreven. Dat kan je niet zeggen van de Koran. Dat kan je ook niet zeggen van de Dhammapada. En de Tao Te Ching van Lao Tse, die is opgeschreven in een paar dagen. Dat is een heel leuk verhaal trouwens. Over het geloof hebben we het nou, hè? We moeten allemaal één wereldgeloof krijgen namelijk, want er is maar één geloof, dat heet het geloof. En al die eikels, allemaal naar Auschwitz. Nu ga ik weer over mij, maar dan leuker. En misschien was Auschwitz. Nee, daar ga ik ook weer over de scheef. Nee, oké. Okay. Maar wegwezen met die lui. Uit ons hart. Waar was ik gebleven?
wij hebben het vermogen om in te zien dat ook wij bestaan uit twee bestandmiddelen. Een wil en ons lichaam. Dat geldt voor een ander ook. Dus als je nu eens kijkt nog een keer naar Breaking Bad. Die kan je op Netflix nog een keer bekijken. Er zit een spastische zoon, speelt daar een rol. En dat doet hij erg goed. Hij is een soort Jim Carrey. Hij was niet echt spastisch. Als je goed oplet, kan je dat zien. Als een acteur. Die spastische jongen, die ken je vast wel in mijn omgeving. Ik heb toevallig een spastische vriend. En die zegt tegen mij, want dan zit ik gewoon lekker met hem te suipen op het terras. En hij stomme dingen zeggen, ik ook door stomme dingen zeggen. En dan lachen allebei. En ik hoor hem vertellen, gevraagd, van hoe kom je thuis? Hij zei, nou, dat maakt geen rol uit. Ik heb deze rolstoel, maar daar verderop heb ik een elektromotorapparaat. En die trekt mij de bult op. En dan kom ik altijd thuis. En naar het toilet kan hij zelf. In het café, daar zit een hobbeltje. En die kan hij niet nemen. En dan moet hij pissen. Ja, ik zelf doe dat bijna nooit als ik daar ben. Want ik heb een enorm grote blaas. Maar hij heeft niet zo'n grote blaas. En dan moet hij wel eens 2 keer per avond moet hij pissen. Hij heeft ook zo'n wilde baardgroei. En hij zat nog een keer te klagen van ja, morgen moet ik weer voor de spasticiteitsbehandeling. En dan gaan ze me pezen oprekken. En dat doet verhipte pijn. Maar, zei hij, het is wel nodig. Dus, ja. Je moet even naar de tandarts. Zoiets dan, hè? Het is wel nodig. Ik denk wel dat het goed is. En dan zegt hij tegen mij, kan je me even rijden? En dan ben ik altijd vereerd. Ik vind het een eer om zo iemand te ontmoeten. En ik ben het ook vereerd om te mogen verschijnen in zo'n kroeg waarin je iemand die spastisch is en die van de bult afgekomen is met zijn elektrowagen en wel wat te vertellen heb. Hij zei ook, er was een naam van een comedienne. Dan denk ik gelijk van, oh, laat maar zitten. Geen vrouwen in de gemeente. En die was ook spastisch. En die heeft de meest verschrikkelijke dingen gezegd op het podium. Onder het mom dat ze niet alleen spastisch was, maar ook psychotisch of autistisch. Oh, en ze was ook lesbienne. Hij vond haar niks. En zijn vriend ook niet. We hebben het over het geloof, hè? En dan de Hindoestanen. Wat moet je daarmee? De punt? Ja, ik denk het wel. Maar bij aanknopingspunt, want wij moeten infiltreren met die mensen. Want er moet een geloof komen. En ja,
de Joden mogen ook meedoen. En iedereen klagen. Ja, maar de Joden die hebben allemaal porno gemaakt. Die hebben allemaal geld verdiend in Amerika. Een beetje hoer aan het werk gezet. Met Joden wil ik niks te maken hebben. Dan weet je niet van het geloof. Zal ik jou dat zielige verhaal gaan vertellen? Van die jongen die ik nooit gekend heb. En die opgegroeid is in een flatgebouw. Langs de periferiek van Parijs. Aan de oostkant van Parijs. Waar ze die hoge torens hebben gemaakt. En dat arme kindje. Zijn moeder was moe van alles. En zijn vader was pleiter. En hij wilde hem naar school. Of zal ik jou dat droevige verhaal vertellen van waar gebeurt het? Van die Koerdische jongen. En zijn moeder zei tegen hem van ja, je kan naar school, maar dan moet je wel zo ver lopen. En hij wilde alleen maar naar school. En toen bleken ze op school alleen maar Turks te spreken. En toen hij tegen zijn vriendje zei, hier begrijp ik niks van. Toen kreeg hij een klap voor zijn bek. Het is tijd dat wij rekening gaan houden met het fenomeen mensenmishandeling. Ik snap Arthur Schopenhauer dat hij nadenkt over dierenmishandeling, maar mij interesseert dat momenteel geen F eigenlijk. Eerst leren wij als mensen fatsoenlijk met elkaar om te gaan. En elkander niet te veroordelen op dierenmishandeling. Ik ken ook van die vrouwen die nemen hun hondje mee naar de kroeg. En dan ga ik controleren, is dat hondje wel blij? Enigszins. En dan concentreer ik mij op die vrouw. Want het gaat om mensen. En mensen hebben van die dingen. En als je daaraan toegeeft, aan meegeeft, gaat het meestal goed. En jij moet daarna. Er geloof in van alles, maar niet in mensen. En wees niet wijsneuzerig. Wees geen priester, wees niet zo'n terechtwijzer. Informeer mensen. Er is ook een geloof en het heet het Confucianisme. Ik moet nog even terugkomen op de Mahabharata. Ik vind het niet het allerleukste boek. Een soort Harry Potter verhaal. Dat is mijn mening, en dat mag je me kwalijk nemen. Ik vind het niet al te metafysisch. Het hoofdkarakter, dat heet Arjuna of Partha.
En de leidende is Krishna. Het hoogtepunt van de Mahabharata zit hem in de... Oh, shit, de naam is me even om. De Bhagavad Gita. En daarin staat, er zijn drie wijsheden toegankelijk voor de mens. Mijn eerste vraag is, waarom drie? De eerste wijsheid voor de mens is wijsheid. Daar ben ik het mee eens. De tweede wijsheid voor de mens is, de volgorde weet ik niet helemaal precies. Dit is een eerlijk getuigenis. De tweede is luiheid. Daar ben ik het mee eens. Ik vind dat mensen zo min mogelijk moeten bewegen. En moeten machientjes maken. Wij maken wasmachines voor onze huisvrouwen. Maar dan hoeven ze niet zo te bewegen. Ik wil ook helemaal niet bewegen. Ik heb helemaal geen zin om te gaan marcheren in een leger. Goed doordenken, dit gaat over het geloof, wat er is. En je zal respect hebben voor al die andere geloofstromingen. Ook al ben je geen christen en noem je jezelf een atheïst. De derde wijsheid, waarvan wijsheid het eerste was. De derde wijsheid is lust. Dat staat in de Bhagavad Gita. Ik begrijp dat. Ik ben altijd blij als ik honger heb. Lust op zijn Belgisch is goesting. Je moet trek hebben. Je moet iets willen. Ik wil chocoladesaus met pindanootjes. Het is waar. Het geeft geen antwoord op de vraag waarom wij zo vaak zo ongelukkig zijn. Waarom kunnen wij niet genieten van het leven als, whatever, maar zo een almachtige en wij... Ja, het was helemaal niet leuk met die boots en de teksel. Dan kan je je ook afvragen, ja, ik wil wel beter, maar als het mij onmogelijk gemaakt wordt, wat moet ik dan? Vanuit het geloof zeg ik jou, het maakt niet uit wanneer jij sterft. Als je maar tot aan je laatste seconde hebt geleefd. Ja, maar mijn vooruitzichten die zijn echt niet goed. En lalalala.
Hoe weet je dat? De Mohammedanen zeggen Allah is groter. Allahu Akbar. Dat is jouw omstandigheid. Je bent geboren uit de buik, de schoot van je moeder. Waarom? Waarom zou je vertrouwen moeten hebben in je voortbestaan? Het antwoord is nee. Geen enkel vertrouwen in je waarneming. Gelukkig ben jij geboren in een gemeenschap van mensen. Want was je dat niet, dan had je het niet overleefd. Als jij als Arnold Schwarzenegger zomaar vanuit de toekomst ergens op het asfalt was gedeponeerd, dat zit er even niet in. Dat is het begin van Terminator, eerste deel. Absolute kost voor je kinderen. Als je het ooit waagt om het te durven. En zo ben jij niet. Je hebt een vader en een moeder. Die had ook weer een vader en een moeder. En je hebt die industrialisatie om je heen. En leugens over 9-11. Ja, maar als God perfect was, dan had hij wel mij doen geloven dat de aanslagen van Henk, help me even. El Obama. Oh nee! El Osama. Die L moet eraf. Het is Osama Bin Laden. Ja, als God perfect was, dan had hij dat nooit laten gebeuren. Ho-ho! In de negatieve zin van het woord. Hè. Ik weet dat er mensen zijn en die hebben gewoon helemaal geen zin in seks met vrouwen. En ik kan me voorstellen waarom. En die willen toch een beetje geholpen worden. Een soort patiëntenvereniging. Ik wil ze niet zielig noemen. Laat staan zielenpoten. Dat is de wereld waarin we zitten. En dan proberen ze ook nog met die Russen. Want die hebben ook een geloof. Dat heet het orthodoxe christendom. En daarbij wordt de Ecclesias aangevoerd door een echtpaar. En een patriarch die leeft in armoede. En ook allemaal gebouwtjes. En die hebben we helemaal niet nodig. Ga maar lekker nemen. Ga naar de Kruidvat hier in Arnhem. En koop van die dropveters. Zout met suiker en salmiak. En een kopje rooibos thee. Dat overleef je toch wel? Gewoon even je lichaam een feestje geven. En gaan lezen. En dan niet al die bullcrap van 50 tinten grijs, maar lees vooral het boek. En zeg tegen je kinderen, gegoor dat zelf maar uitzoek. Mama is aan het lezen.
En het avondeten komt toch wel. En word je bevangen van het woord. En dan zeg je tegen je kind, want mama is bevangen door het woord. Gegod maar even zelf voet, boodschap doen. Hè. Voedselhol. Hier is ze een 5 euro. En niet zeuren, want mama is aan het lees. En dat kan je als vader ook doen. Dan zeg je, oh kind, ja, ik ben een beetje laat. Als je nou naar de snackmarkt gaat, dan kan ik nog even doorlezen. Doe het alsjeblieft. Want er is maar één geloof en dat is het geloof. Nou, nu even terug naar de realiteit. Hoe ver staan we ervoor? We hebben die leuke paus en die beweert dat ook. Dus van hem mogen atheïsten, van mij ook hoor, die maak ik gehakt van, atheïsten, pantheïsten, iedereen mag lid worden van zijn kerk. Nou, daarin is hij mij concurrent, want ik vind dat ook. Alleen ik vind niet dat er een organisatie van kerken moet zijn. Want ik ben christen. En ik noem niemand op deze wereld mijn vader. Laat staan mijn heilige vader. Ik hou mij aan het boek. De paus die wil een wereldgeloof. En dat wereldgeloof is dan dat je zijn tenen kust. Ik zeg maar gewoon niks. Maar kan jij je voorstellen dat je de tenen gaat kussen van een persoon? Ik laat weer een stilte vallen. Oh, maar het was niet zo erg hoor, want hij had schoentjes aan. En ik hoefde alleen maar mijn voorhoofd te buigen op zijn de bovenkant van zijn voet. Waar ben je mee bezig, idioot? Stomme ecumenist. Denk je dat er een verzameld geloof bestaat waar we belasting aan moeten betalen of een abonnementsgeld? En wel, ja, iedere zondag komen hoor, dat is wel belangrijk. Dat die mensen dan ook zeggen van ja, ik vind het wel fijn om iedere zondag naar de kerk te moeten, want dan heb ik mijn momentje van ontspanning. Voor wat? Er zijn ook mensen die worden lid van de biljartvereniging, want dan denken ze dat ze daardoor beter gaan leren biljarten. Nee. Ken je dat raadsel? Als je echt goed wil leren biljarten, dan zorg je als eerste voor een goede keu. Of je leert de goede keu uit het rek te pakken. En heel zachtjes stoten. Dat is de kunst. Niet zo'n knak, dang, 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 dang. Nee. Kijk maar naar de instructievideo's die op tv vertoond zijn. Christus Jezus heeft gezegd, het zijn de zachtmoedigen die deze aarde zullen beërven. Ja, leer maar biljarten. Het wereldgeloof wordt zo. Het is het meest zorgvuldig beschreven in zowel het oude. Dat mogen we zo dadelijk in de. Zo dadelijk hoeft dat niet meer. Neem het boek Hosea. Die ging kinderen verwekken bij een prostituee. Kan jij je voordenken
een wereld zonder prostituees. Iedere vrouw is onderdak. Zou je die wereld willen zoeken? Dan ben je mijn vriend. En of je nou een Hindoestaan bent of een Boeddhist, het maakt mij niet uit. Wij christenen hebben het oudste boek in handen. Wij wisten het al lang. Behalve dat die westerlingen ongelooflijk doordwaasd zijn. En ze oh, we gaan nog verder, we gaan de zon achterna. En dan, ho. Nee zeg, oh, allemaal water. Ja, dan kunnen we niet verder. Dat zijn de Occidentalen. En die Oosterse mensen, zoals de Boeddhisten, die denken, wat een idioterie. Sta toch stil bij het geluk van het bestaan. En heb respect voor dieren en planten. Denk jij dat Napoleon daar in die tijd met zijn paard kloppende, 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 klop. Die mensen hadden naar hem gekeken van, nou zeg, dat is leuk. Er kwam een vent langs op een paard. En die man zou vragen, echt waar? Ja, zei die vrouw, die ging kloppen, de kloppen, de kloppen, de kloppen, de klop. Er is de mogelijkheid tot een wereldgeloof. En dan stoppen wij met het te geloven dat ons geloof beter is dan een ander geloof. Want alle geloven zijn gebaseerd op filosofie en dat is de taal op zichzelf. Zo, dat was een lange zin, hè? Dus er is voortaan vanaf nu per decreet door mij als de Pontificus Maximus geen gezeik meer over geloof. Er is maar één geloof. Namelijk, dat wat je ziet, dat noem jij de wereld. Dat wordt veroorzaakt door de wil. Oftewel, Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep God hemel en aarde. Dan kunnen die Mohammedanen nog een puntje aanzuigen. En daar wil ik ook echt heel graag een gesprek mee. En het gaat nog lukken ook. Kijk naar mij uit. Want ik weet niet wat ik doe. Hey, dankjewel lievers. Ik ga op de stopbutton klikken. Klikken. En ik zeg op zijn hamburgers. Tjus. En dag lievers.